Nijmegen. Oude stad. Mooie stad. Groene stad. Nijmegen. Stad in de natuur. Stad die groeit. Stad die bloeit. Maar een stad groeit niet vanzelf. Keizer Marcus Ulpius Trajanus verleende in 104 marktrecht aan de nederzetting op de Hunnerberg. Zo ontstond de naam Ulpia Noviomagus Batavorum. Trajanus wordt na zijn dood Optimus Princeps, allerbeste keizer. Karel de Grote, koning der Franken, bouwde een verblijf op het Valkhof en werd in 800 door de paus tot keizer gekroond. Hij was de grondlegger van de Europese cultuur. Geen stad zonder mensen. De stad heeft mensen nodig. Mensen zetten de stad naar hun hand. Hier bouw ik mijn leven, mijn huis, mijn bedrijf. Hier bouw ik mijn stad. Mensen bouwen de stad. Johannes Smetsius was de grondlegger van de archeologie in Nijmegen. Hij toonde als eerste aan dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Tevens is hij een van de drijvende krachten achter de oprichting van een stedelijke hogeschool. Petrus Canisius was jezuïet, globetrotter, avantgardist, geleerde en kerkleraar. Zijn wereldberoemde catechismus is het meest herdrukte en vertaalde boek uit de Nederlandse geschiedenis met maar liefst 1115 verschillende uitgaven in 26 talen. Stad. Ontmoetingsplaats van weten en kunnen. Van dromen en doen. Ontmoetingsplaats van mensen. Mensen die samenwerken kunnen alles wat ze willen. Hou de gevaren buiten de deur. Halen het geluk in huis. Mensen die samenwerken maken de stad. Want willen is kunnen. H.L. Terwindt was steenfabrikant en wethouder. Samen met Franken en Graat van Rochen was hij verantwoordelijk voor de stadsuitleg en de aansluiting op het spoor. Hierdoor veranderde Nijmegen van vestingstadje tot een moderne stad met spoorverbindingen naar alle vier windstreken. Kees Evans was de drijvende kracht achter het Maas-Waalkanaal 1927 en de verkeersbrug over de Waal 1936. Tevens oprichter van de fotowinkelketen Capilux en vader van Nederlands grootste filmer. Willen is kunnen? Zonder droom geen daad. Zonder leider geen macht. Zonder kartrekkers geen stad. Jan van Hoof was een actief verzetsman. Hij redde de Waalbrug door op 18 september 1944 Duitse springladingen onklaar te maken. Een voorbeeld vanwege zijn onbaatzuchtige inzet voor de stad. Nico Grijpink was Nijmeegs fotohandelaar. Inspirator voor velen met betrekking tot belangrijke initiatieven in Nijmegen, zoals de Vierdaagse feesten en het carnaval. Actievelingen, doeners, ondernemers, aanpakkers maken de stad. In bedrijfsleven, overheid, onderwijs, kunst en wetenschap. Mensen met handen uit de mouwen. Met een visie of een droom. Met het lef om naar het onmogelijke te streven. Zij geven de stad een ziel. Kees Alewijnse, bouwer van een internationaal elektrotechniekbedrijf met 800 werknemers en belangenbehartiger voor de industrie. Bruggenbouwer Pursang en aanjager van de samenwerking tussen ondernemers onderling en met de overheid. David Mulder was de voorman van Nijmeegse binnenstadondernemers. Oprichter van VBO en Centrum Management. Initiator van de vernieuwing van de binnenstad en oprichter van de stichting Nijmegen blijft in beeld. Ondernemende mensen maakten Nijmegen tot wat het nu is. Een stad met verstand,
En een stad met een hart. Verstandig en sociaal. Eigenzinnig en loyaal. Creatief en betrouwbaar. Ondernemende mensen creëren de toekomst. Ondernemende mensen maken de stad.